Welkom bij Behind the Oorlog. Vandaag. Vandaag is dit een kopje. Voorbeeldfunctie. Wij pakken een airtaster. We moeten het wel verdelgen. Ja, hier als Ekkie de kills heeft, die zegt Ekkie. Jeroen be like, waar is mijn rap boel? Hij is midden in een oorlog. Hij zegt pizza aan het eten. Verslaafd. Gezond. Ja, geef ons een lesje, theorieboek. Dit is een auto. Is dat een auto? Vroom vroom. Kom eraan. Kom even wat, laat me het halen. Whole other level of harassment. Really? You're in opperste concentratie. Oh! It was at this moment that he knew he fucked up. Stout! Nee, nee. Dit is onmogelijk. Kom op, Lucie. Eet een stukje pizza dan. Nou, haal maar dit t-shirt. Haal maar t-shirt. Hij is onder Shell onder ons. Hij is uitgevocht hier, druif. Ik heard that lie again. Diep dit hard vooruit, een ekjes toetsenbord tegen me, een extra toetsen, zeg maar. Nee, okay. Daarom. Ik pak een nieuw beneden. Oké. Jeroen zit in oorlog. En we gingen. Ze gaan bijna beginnen met de fight. En Jeroen dropt door jouw toetsenbord zijn zwaard en hij despawn. Hij heeft nu geen zwaard. Ze zijn begonnen met de oorlog. Succes! Jeroen's pizza wordt koud. Tikkie tik. Wie kan vertellen waar is Tikkie tik? Gooi dit up. Bitch down! Dat vind ik heel erg mooi. Perfect. Yo, iedereen is dood. We hebben gewonnen. We hebben gewonnen. Of niet? We hebben gewonnen. Brian. We hebben gewoon gewonnen. We hebben gewoon gewonnen. Hier is de interview met de enige echte hier. Hij heeft gewoon Kanta naar de overwinning geleid. Wat heb je hierop te zeggen? Oké. Ik had zin in pizza.